Ik voel me een klein beetje gepasseerd. Ik zeg net tegen Sarah, zullen we hem in elkaar zetten? Goedemorgen, het is donderdag. Mama mag proberen. Nee, laat maar proberen. Mama is er ook niet goed in. Ik ben met Sarah en met Mila zoals op donderdag. En ik ga ze zo naar school brengen. En na vandaag hebben we... herfstvakantie. Nou, dat kan enthousiaster. Herfstvakantie. Wat hebben we, Sarah? Nou. Oh, Sarah wil geen schoolvakantie. En wil jij ook niet op vakantie? Niet meer. We gaan over... weet je nog? Ja, over 3 nachtjes gaan we even 4 dagjes op vakantie, hè? Ik ga als ja. Ik mijn vrienden mij uit school heb gehaald, ga mijn mama brengen op school. En dan mama, die brengt mij naar Renesse. Oh, jij gaat bij opa en oma logeren, hè? Ja, hartstikke leuk. Dus wij gaan niet op vakantie. Bijna vakantie. En behalve de week hebben ze morgen studiedag. En de maandag na de vakantie hebben ze ook gelijk een studiedag. Dus daardoor duurt de vakantie 2 dagen langer. Blap. Ja, zit hij er nou al in? Ja. Maar dan moeten jullie hem er niet weer uithalen. Want elke keer hebben jullie paniek als hij eruit is. Maar het gaat niet goed. Gaat hij niet goed? Kijk, jullie hebben zoveel mooier. Lang heeft hij niet spiegelen. Kinderen zitten weer goed op school, dus ik ging vandaag even met het eten klaarzetten. Ik vind het altijd zo fijn als het al eerder klaar staat, want ik heb altijd best wel een hekel aan een lange ruk in één keer in de keuken. Dus als het dan klaar staat, als ik dan moet koken, dan hoef ik het alleen nog maar aan te zetten en dan andere dingen te doen. Vandaag eten we hutspot. Stampotten werken hier altijd goed, want die eet iedereen gewoon goed. Het is toch wat lastig als je in een gezin qua eten gewoon alle drie ja, toch wel een beetje een andere smaak hebt. De ene is daarvan en de andere niet daarvan. Dus dan moet je toch altijd wel een beetje je weg vinden daarin. En probeer wel, als Marco er bijvoorbeeld niet is, met Sarah dingen te eten die wij samen lekker vinden en hij niet zo lekker vindt. En als ik een keer weg ben, proberen zij weer te eten waar ik niet zo van hou, wat zij weer lekker vinden. Dus zo proberen we daar toch wel een weg in te vinden. En ik moet zeggen, als Sarah bij mijn moeder logeert, probeert ze ook nog wel eens iets te eten wat Sarah dan lekker vindt. En Marco en ik maken dan ook, als Sarah logeert, weer dingen vaak... waar zij weer niet zo van houdt. Dus dan eet je toch die dingen ooit wel eens. Maar stampotten doen het altijd goed en pasta's. Maar dat doet het volgens mij altijd goed bij kinderen. Ik ben heel de ochtend al van alles aan het proberen te doen. Maar echt, ze blijven aan de deur staan voor ze dingen verkopen. Tot Sarah's pakketjes die door de een kwam van PostNL en de ander kwam van DHL. Dus dan staat er toch weer 2 keer een bezorger voor je deur. Wat heeft ze nog meer aan de deur? Ze wilde je bakken komen reinigen, dakgoten komen schoonmaken, weet ik het allemaal. Nou, eindstand heb ik dus bijna niks gedaan wat ik wilde doen. Ik ben alleen maar naar de deur bezig geweest. Maar ja, als je pakketjes verwacht, dan ga je het wel ook niet negeren, want die wilde ik natuurlijk wel. En dan was het elke keer wat anders. Ik heb nog wel een heel klein stukje geëdit van de vlog die ik gisteren niet af had. En die ander die niet goed had gerenderd gisteren, die is dan nu wel goed gerenderd. En ik heb hem nu net even snel op slaapstand gezet. Dan hoop ik zo, als ze de pakketjes heeft, dan is ze toch even daarmee bezig. Dat ik die even af kan maken en dan renderen. En dan morgen, of nee, vanavond nog 1 en dan kom ik weer een beetje bij. Want die ik gerenderd heb is van voor morgen. Dus dat is vrijdag die ik nu mee bezig ben. Zaterdag, dan hoop ik zondag nog te kunnen doen. En dan morgen hoop ik maandag, dinsdag. En dan zaterdag, woensdag en vandaag.
En dan zou het bij moeten zijn. Dus dat is de planning. Volgens mij had ik dat helemaal niet verteld. Ik ben nu onderweg naar school. En vandaag, de kinderboekenweek is eigenlijk al afgelopen. Maar de kinderboekenmarkt is vandaag op school. Dus daar ga ik gelijk even kijken bij Sarah. Even kijken of er iets leuks tussen ligt. Al heeft ze wel al heel veel boeken. Maar ja, wie weet nog eentje. Ze leest ook echt heel erg veel. Moet even kijken of ik daar kan filmen. Of dat lukt. Want als het heel druk is met al die kinderen. Nou, iedereen weet hoe ik daarover denk. Zie je al wat? Even wachten dan, als je er nog niet door kan. Het is gewoon heel druk. Nou, weer thuis filmen. En gelukkig, Sarah, laat even zien welk boek. Welk boek heb je net gekregen? Dat is wel heel leuk om te laten zien. Een heel leuk boek. Dummy, de mummy. Ja, helemaal gaaf. Dus dan heeft Sarah weer een boekje erbij. Oh, jij gaat je pakketje. Ja. Nou, zal ik de camera even, moet je even, nee. Kijk. Dat kan je nou even, doe ik even als opscherm, want dan is het mama's adres eraf. Want ik wil niet. Zo. Nou, laat maar zien wat jij besteld hebt. Van je verjaardagscentjes, hè? Dat kan je vast doen. Wat zouden jullie denken wat hierin zit? Een heel mini mini doosje. Het is wel echt heel cool wat je besteld hebt, hè? Voorzichtig. Als je het kwijt raakt, het is heel klein. Misschien kan je het in het doosje laten zien. Zal ik het even voorzichtig afhalen? Ja, maar ik zie er maar één liggen. Er zit een ander misschien in. Even wachten. Is het nou met één? Dat is wel, hè? Er zit er één oorbel in. Laat hem maar zien. Dat is echt wel heel vreemd. Oh, het is een single. Dat is raar. Deze werd losverkocht. Nou, laat maar zien. Ik dacht ook dat het een setje was. Het is wel een heel schattig doosje, maar dan moeten we er nog een bestellen. Zal ik dat dan zomaar gelijk doen? Ja. Kijk, het is van dit merk, maar ik dacht dus dat het een setje was. Nou, is dat niet scherp. En laat je oorbelletje maar zien, voorzichtig. Ja. Het is een... Hou je handjes achter mijn hand? Want ik heb... Hou je handjes achter mijn hand? Oh, hij stelt hem al scherp. Een rainbow! Ik heb hem wel voor Sarah open gesneden. Dat vond ik niet zo'n goed idee. Wat zit daarin? Ja. Ik schuif zo dat ik de camera gewoon mee moet schuiven. Oh, veel te grote doos. Die brengen we maar snel terug. Nee. Oh, maar die doos is net zo groot als jij bijna. Nee hoor. Wauw. Kijk, deze. Ik heb gelijk weer meer Barbies. Ja, die had je nog niet. Oh, maar wat is het? Daar heb je zo lang voor gespaard, hè? Ja. Wacht even, schat. Zal ik even helpen om hem goed open te maken? Ja, kan je een beetje pakken? Kijk, die pas goed ook. Voor je kledingdingetje.
De laarzen zijn er weggelopen. Nee, ik moest het ook. Voorzichtig met scharen. Dit is een grote mensenschaar. Kijk zo helemaal hoe je hem in elkaar moet en de stickers en allemaal stoppen. Dan heb jij vandaag al wat te doen. En papa. Oh, en papa. Nou weet je waar papa thuis is. De ene is Barbie en Star Wars. Wat goed. Ze heeft sproetjes, wat leuk. Ik hou niet zoveel sproetjes. Kijk, en dit is de roltrap. Maar zei, kijk, dit is de roltrap. Dan kunnen ze op en dan kunnen ze zo met de roltrap omhoog. Kijk zo, kijk dan. Als er die barbecue op staat, Sarah, met de schoenen. Dan gaat zo weer de roltrap omhoog. Dat is wel cool, hè? Ja. Ja. Heeft ze zo'n half kale zijkant? Zal ik die eruit knippen? Daar knip je de haartjes helemaal uit, schat. Nee. Dat gaat niet goed nu. Dat is heel moeilijk. Sorry. Ik moet gewoon een liedje. Bij het huis toen zaten we. Wat zei je? Bij het huis zaten, dat doen geen Barbies bij, hè? Maar dat doen ze voordat die mensen... Kijk, heeft ze geschoren. Dat is tegenwoordig hip. Ze heeft ook wel zo'n gezichtje. En kijk nou, ze heeft een inimini-moedervlekje. Wacht, kijk, ik moet even laten zien. Even het schermpje omhoog, want dan... Kan ik zien of ik het goed laat zien. Deze Barbie heeft dus opgeschoren haar. En, ik weet niet of je het kan zien, ja. Een mini moedervlekje. Dus dat is een hele hippe Barbie. En ook de outfit is wel zo. Ik voel me een klein beetje gepasseerd. Ik zeg net tegen Sarah, zullen we hem in elkaar zetten? Nee, dat wil ik eigenlijk met papa doen. Maar papa is aan het werk, dus mag ik oom bellen? Dus nou kom mijn broertje zo. Die is hier over nu, denk ik, anderhalf uur. Ontstaan. Nee, 2 uur was het net. Maar dat was even geleden, want daarna ging jij brood maken. En hebben we de oorbellen besteld. Ja. Want, ik heb 1 dingetje al in elkaar gezet. Schijnbaar. Dat is deze stoel. Ja, je bent een klein beetje seksistisch. Je wil het gewoon met een man doen. Nou, prima dan toch. Ik voel me sexy als ik dans. Seksistisch sexy als ik dans. Ik voel me mooi als ik dans. Betekent. Je danst ook wel heel leuk. Ik heb tegenzet en Sarah is de brood ook aan het eten en aan het dansen. En ik vind het vandaag helemaal prima. En opa aan het maken. En ja, die wilde ook alles vast klaarleggen. Dat ze dadelijk in 1 keer alles goed in elkaar... Je ging alles in een rijtje leggen, toch? Ja. Dat je het goed kon zien. Ja, vind ik heel slim. Ik wil helemaal even iets netjes in elkaar zetten. Ja, die klikte je net los. Maar je ging alles toch in een rijtje. Dat jullie het goed konden zien, zo hè? Ja. Ja, vind ik een heel slim idee. Ik heb mijn laptop net opgestart. Dan doe ik even dat laatste stukje editen. En dan kan die renderen. Ik weet het. Oh, heb je het door? Maar ga je nog wel even je brood eten, Mop? Kom maar gezellig even bij me zitten dan. Mag ik heel even dit vastmaken? Als die vast is, kom je gezellig even naast me zitten. Het is leuk, mijn broertje was met mijn moeder weg. En ze was de hele tijd zenuwachtig. Waar is oom en wanneer komt hij? Dus die heeft zijn live locatie gedeeld op de WhatsApp. En ze zijn er bijna, hè? Ja, nu! Oh, ja, ik ruim dat zo op. En dus ze zitten de hele tijd te kijken of het rondje al dichterbij komt. Oh, ik heb last van die leer. Ja, de zon is heel fel. Kom je een beetje bij mij achter. Kijk, hier moet hij komen. Oh, nee, het kan niet. Nou, ga je achter de schaduw van... Kijk, zo kan je het goed zien, toch? Ja. De zon is wel lekker, alleen zat het jammer als die dan fel in je ogen gaat, hè? Ja. Oh, mama, nog maar 1 straat. Ja? Ja, en dan zijn ze er al. Wat spannend. Zij was helemaal gelukkig, want... Orlando is er.
Ik mocht niet. Ik vroeg, moet ik jou, pa? Nee, papa is werken, dus ik bel oom. Of mag ik oom bellen? Een soort tafelachterding. Het is zo? Dat noemen we een tafel. Nee, het is geen tafel. Het is tafelachterding. Dat is wat anders. Het is zo? Ja, ze had al helemaal de best gedaan om het klaar te leggen. Ja. Hem op? Ja, maar weet je wat ik wel leuk zou vinden? Om zo... Ja, maar dan ligt de prullenbak op zijn kant. Dat is een beetje lastig. Dat is niet zo handig, toch? Want je had zelf al de prullen en je had zelf wel de stoel al. Zat de stoel daar? Die? Ja. Die had ze al in elkaar gezet. Lijkt wel een kapperstoel. Ja, ik denk ook dat het zoiets is, hoor. Het is geen kapperstoel. Ja, volgens mij hebben ze een beauty salon erbij, hoor, mop. Ik zag ook al een kammetje daar. Zullen we kijken op de doos? Even kijken. Kijk, dit is een beetje een kapsalon, beauty salon of zo. Kijk maar. Zie je? Een spiegel en make-up. Dus het is wel zo'n soort stoel. Ze zijn anderhalve bezig geweest, maar hij staat. Hij is heel groot, dat vind ik niet leuk, maar jou vind ik wel leuk, want je bent er heel blij mee, hè? Ja. Ja. Deze mevrouw staat zo. Hij is ook wel echt cool. Dit is de bioscoop, maar er zit gewoon een smartphone houder bij, dus dan kan je telefoon ook erbij doen en dan hebben ze echt film. Nee, niet een smartphone. Ja, er zit een smartphone houder ergens. En dan kijk, dan kan je daar ook via je telefoon in doen. Dan is het echt een film. Echt, hoe verzinnen ze het tegenwoordig? Hoe cool, de eigen Barbie bios. En natuurlijk onze vlog. Gaaf. Ja, cool, hè? Ja. Oh, lekker donker, maar goed. Zij liggen op bed en dat... Het winkelcentrum van Barbie, dat staat nu. En ik moet nu even proberen om alle kartonnen dozen. Want dit nog... Nou, we hebben hier van die papierbakken en die zijn vol. Deze twee dozen, ik weet niet of het ziet. Ja, een beetje. Staat allemaal nog, maar dat gaat er allemaal niet in passen. Dus... En pas over een week wordt die bak weer geleegd. Echt irritant is dat, zeg. Kijk hoe ik dat ga oplossen. Sarah was vandaag zo gelukkig met haar winkelcentrum. Ze heeft er anderhalf jaar voor gespaard. Dus ja, dan is het natuurlijk extra leuk als je hem krijgt. Dus dan dacht ik, als ik nou nu zo op bed ligt, de Barbiehuis even een stuk inricht, dan komt ze morgen beneden. Echt grappig, gaan wekken. Met een iPhone op. Maar goed, dan zet ik dat vast klaar. Ja, dat is een heel leuk idee. Dan kan ze morgenochtend gelijk weer spelen. Maar ja, dan ga ik erbij zitten en dan zie ik de kist. En dan denk ik, hoe ga ik daar de juiste spullen in vinden? Die ligt zo vol. Dan gaat het weer niet meer dicht. Weer niet. Heel even kijken of ik snel iets kan uitgraven. En anders blijft het denk ik bij een heel leuk idee voor mij. Want anders moet ik heel de kist op de grond gaan leegtrekken. Ik denk dat ik achteraf nog beter gewoon de kist had kunnen leeghalen. Want ik heb er nou... Zal ik op de klok te kijken? Ik heb gewoon even drie keer lopen rijden in die kist of zo. En ik heb er amper wat uit. Hier heb ik een losse kinderkamer nog neergezet. Stoeltjes met een babystoel. Maar de baby kan ik dus niet vinden. Nog drinkfles, maar ze heeft in de kist een bakje met accessoires. Ik heb wel het bankstel en de box gevonden. En buiten heb ik een stoel en de container en een glijbaantje. En ja, had ze ook al baby bij. Oh, die zal ik dan hier op de kinderkamer erbij zetten. En het bad had ze ook al. Misschien dan een babybadje daarbij. Dan kan ze toch wel redelijk spelen zo morgen. En dan heeft ze hier natuurlijk het huis. En dan kunnen ze hier gaan winkelen. Ik vind hem wel echt cool. Het is een roltrap, die kan ook echt omhoog. Pinautomaat. Dit is een beauty salon. Hier zit een kledingwinkel ook. Echt mijn paskamer en al. En pop, iets schuiven, dan kunnen ze er langs. En hier zit een of ander sap, pretzel, weet ik veel wat, eetwinkeltje. Dit is gewoon de galerij. En hier is dan de bioscoop. Dus het is wel echt heel cool. Oh, en dit is ook nog waar dit dan bij hoort. Waar, ik weet niet waar zij in hoort. Maar ze heeft ook nog zonnebrillen en sieraden.
zouden bijna zelf spontaan mee gaan spelen. Maar ik moet zeggen, het enige wat ik leuk vind is dingen met de klaarzetten. Het spelen zelf vind ik altijd wel iets minder. Maar het opbouwen en het helemaal mooi neerzetten. En weet je, dat je er echt zeg maar een Barbie leefgebied van maakt. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk om met dit te doen. Ik ga hem dus wel opruimen, want het is best laat. Ik had net ook even, maar dat hebben jullie niet gezien, gewoon samen met Marco even gezeten. Maar die zet natuurlijk niet altijd op de vlog, want die vindt het niet altijd even leuk als ik dat doe. Dus nu lekker mijn bekje in. Zo, en ik heb wat in mijn oog. En dat dan irriteert je oog. En als ik dan kijk zit er niks in, maar ik wil dan blijven wrijven, maar dat moet ik eigenlijk ook niet doen. Het irriteert al zo mateloos. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken en tot morgen.